Al in de meidagen van 1940, net nadat Nederland moest capituleren, zijn de ideeën ontstaan over dit kistje. Een kistje waarin de persoonlijke eigendommen, de reliquieën zitten van 17 militaire slachtoffers die uit 's-Hertogenbosch kwamen en die eigenlijk een eeuwige rustplaats moesten krijgen in dit prachtige stadhuis onder de bossenbevolking. Zo werd dat formeel gemeld. In november 1940 was het klaar. Het is met geld van de burgerij ook nog mooier en verfraaid met het prachtig zilverwerk en werd toen in 1941 eigenlijk opgeleverd, maar kon hier natuurlijk door de bezettende macht geen plek krijgen. Het is ondergedoken bij de bank Lentjes en Drossaard, maar ook bij de Gruiter in de Ortestraat. En uiteindelijk is het in 1945 weer bovengronds gekomen en op 3 mei 1947 is dit kistje hier geplaatst in een, toen ook door Peter Rovers gerealiseerd, prachtig epitaaf. Pas in 2007 is het voor het eerst opengemaakt en het wordt vandaag voor het eerst eigenlijk gefilmd. En ja, als we het open gaan maken, dan zult u meteen zien waarom dit kistje ook die eeuwigheidswaarde moet krijgen hier in 's-Hertogenbosch. Want deze jongens, 41 namen, waarvan 28 militairen en 13 verzetstrijders, die rusten hier en moeten eeuwig in 's-Hertogenbosch genoemd worden. De eigendommen laten we niet zien, dat is persoonlijk, dat is privébezit van de families en dat laten we lekker onder de Nederlandse vlag rusten. Uiteindelijk is ook op dit epitaaf een aantal van 515 burgers genoemd. We hebben helaas nooit de criteria kunnen achterhalen waarom die 515 hier genoemd worden. Inmiddels zitten we in onze hele gemeente aan meer dan 900 civiele en militaire slachtoffers. Daar, die 515, valt enigszins te verklaren als je de Joodse slachtoffers niet meeneemt. Zou je dat grofweg bij elkaar optellen, dan zal dat de verklaring moeten zijn waarom het hier beperkt is gebleven tot 515.